Ontmoet onze klanten en luister naar hun ervaringen bij ABN AMRO. Ik ben een aantal jaar geleden begonnen als ZZP'er op het gebied van Human Resource Management. Daar waar er zorg moet zijn voor personeelszaken, kun je mij overal neerzetten en het wordt opgelost. Ik ben ondernemer naast een topsportcarrière, speler van het Nederlands hockeyelftal. Op mijn 25e heb ik de keuze gemaakt om tandensports op te richten. Samen met Olympische sporters hebben wij producten ontwikkeld, onderkleding en thermokleding. En die verkopen wij aan de breedsport. Ik begon eerst als schoonmaker, maar het kriebelde ook om ramen te lappen. Ja, ik vond het leuk en het is alleen maar meer en meer gegroeid. En ja, als de ramen vies zijn, het irriteert mij. Als ZZP'er ben je vaak op jezelf aangewezen. Dat brengt veel vrijheid met zich mee, maar ook verantwoordelijkheden. Daarom wil je geen omkijken hebben naar je bankzaken. De vrijheid om te handelen en te doen wat ik belangrijk vind, dat is ondernemen voor mij. Omdat ik privé al bij de ABN AMRO zat, wilde ik eigenlijk een andere bank voor mijn zakelijk doen om het echt gescheiden te houden. Toen ben ik naar een andere bank gegaan, maar die deden heel moeilijk. Er moest van alles en nog wat aangetoond worden of ik moest een bepaalde verzekering verplicht daarbij afsluiten. Toen dacht ik, nou, dat ga ik niet doen. Dus toen ben ik toch maar weer naar de ABN AMRO gegaan en daar was alles zo geregeld. Wij als dynamisch bedrijf zijn heel veel onderweg omdat we op zoek zijn naar klanten. We hebben afspraken met potentiële afnemers. Dus is het belangrijk dat je zaken meteen kunt regelen. De ZZP-assistent is wel een hele praktische app waar je heel makkelijk uren kunt registreren. Kilometers kunt bijhouden voor een zakelijke ritten. Je kunt conceptfacturen kun je opmaken. Ja, een hele nuttige app om alles goed bij te houden. Ik krijg tegenwoordig steeds vaker extra grote opdrachten, hogere opdrachten. Dus ik ben op een gegeven moment toch voorzichtig gaan vragen bij de bank. Wat zijn mijn mogelijkheden om een hoogwerker aan te kunnen schaffen? Ik heb eerst gekeken wat voor mij een goede optie zou wezen, kopen of leasen. Op een gegeven moment kom je toch een beetje op het lease gebeuren uit. Ik ging er eigenlijk vanuit dat ik het eigenlijk helemaal niet voor elkaar kon krijgen. Want ja, ik werk alleen, ik heb geen personeel. Het liep heel soepel. Ik had eigenlijk al mijn papieren al klaar liggen. Ik geloof dat ik 2 dagen later al bericht heb. Nou, het ziet er allemaal heel goed uit. Het is in orde. Ik kan nu weer tot mijn 80ste doorgaan, om het zo maar te zeggen. Zolang ik er nog plezier in heb, mijn hobby, mijn werk, gaan we door.